Het perfecte plaatje Lavik. Mijn opdracht voor deze keer is portret. Maak een portretfoto van één persoon. Bij een portretfoto is het belangrijk dat je belichting goed is, dat de persoon zich lekker op zijn gemak voelt, dat hij goed op de plaat staat. En probeer ook de persoon scherp te krijgen, goed in beeld, en de achtergrond minder scherp, waardoor je onderwerp loskomt van de achtergrond en je aandacht meer komt te liggen op de persoon, hetgeen waar het uiteindelijk om gaat. Dan is het aan jou de keus of je de persoon als portretfoto erop zet, driekwart, of helemaal ten voeten uit. Je mag daarbij ook bepalen of je die binnen of buiten maakt. Dat is allemaal aan de fotograaf. Maak een leuk, mooi portretfoto. Bij een portretfoto, als je kijkt naar fotografen, bijvoorbeeld Erwin Olaf, als je kijkt naar zijn beelden, hoe hij die maakt, dan zijn dat allemaal beelden die in scène zijn gezet. Conceptionele fotografie, zoals dat heel mooi heet. Dat zou je ook natuurlijk kunnen maken. Een beeld moet je dan heel goed bedenken wat je gaat doen, wat je omgeving is en welke setting je zoiets gaat maken. Als je dat allemaal zegt, nou, dat hoeft voor mij allemaal niet, ik maak gewoon een leuke portretfoto in een eigen omgeving, mag natuurlijk ook. Een paar voorbeelden van portretjes. Portret van JF Kennedy, gemaakt door Yusuf Kars. Ander plaatje van Yusuf Kars van Ernest Hemingway. Driekwart portretje. En een portretje van Einstein, ook gemaakt door Yusuf Kars. Nou, een heel ander soort fotografie. Een persoon in zijn eigen omgeving gefotografeerd. Een beeld gemaakt door Paul Huff. En voor de voetballiefhebbers een niet geheel onbekend beeld van Johan Cruijff met zijn kornuiten. Het is wel een groepsfoto, maar om een idee te geven van fotografie van Paul Huff. En nog twee andere plaatjes van Paul Huff, Leen Jongewaard en Aart Schenk, rechts en respectievelijk links. Uit het boek Portret van de Nederlandse fotograaf Joost van den Broek uit Handel. Joost heeft altijd voor de krant gefotografeerd en wist altijd perfecte portretjes te maken waarbij je aandacht naar het onderwerp toe ging. De achtergrond onscherp werd, heel snel onscherp, door het juiste diafragma in te stellen. En ook hier dus door gebruik te maken van licht op een mooie manier neer te zetten, dat je een hele karakteristieke kop krijgt. Twee portretjes meer van Joost van den Broek. Personen zullen niet geheel onbekend zijn. En de laatste uit het boek Portret van Joost van den Broek. Uit het boek I Am van Erwin Olaf. En de laatste beeld uit het boek van Erwin Olaf, I Am. Een conceptuele fotografie, dus echt alles in scène gezet, alles doordacht. De setting compleet, de verlichting, de manier waarop de mensen neergezet worden.